De Mariniersweg in Rotterdam is maandag aan het eind van de middag afgesloten geweest in verband met een gaslek. Toen de brandweer metingen verrichtte, werd er daadwerkelijk gas gemeten. Door de gesprongen leiding stroomde gas het rioolstelsel in van de stad. De hulpdiensten kwamen met vele voertuigen ter plaatse en werd er een griep 1 situatie afgekondigd. Bewoners werden verzocht door de politie binnenshuis te blijven. Netbeheerder Stedin die heeft een bypass gemaakt bij de defecte leiding. Huishoudens konden ten tijde van het ongemak gewoon gas blijven gebruiken. Omstreeks 9:15 werd de griep 1 situatie weer ingetrokken.